Een van de koplopers op het gebied van agroforestry in Nederland zijn Jan en Marie-Louise van der Horst. Op een perceel van 11 hectare zandgrond in Alphegaam telen ze naast akkerbouwproducten als granen ook tamme kastanjes, walnoten en hazelnoten. In de jaren 80 maakten Jan en Marie-Louise in Brazilië kennis met de principes van agroforestry. En in 2007 startten ze daar onder de tropische bomen een cacaobedrijf. Gedwongen door de moeilijke veiligheidssituatie in het land, verkochten ze dat bedrijf in 2013 en keerden ze terug naar Nederland. En toen hebben we besloten, nou dan gaan we hier doen wat daar eigenlijk ook de bedoeling was. En eigenlijk de gedachte, en hetzelfde, namelijk gebruik maken van bomen om iets te produceren wat waarde toevoegt aan je grond. Dat is eigenlijk een economisch principe, want ik denk wel dat je alles wat je doet, ook in de landbouw, het moet niet alleen maar dromen zijn. Het moet gewoon ook wel een economische basis hebben. Voor ons is altijd de uitdaging geweest van wat doe je op die arme zandgrond zonder dat je dat nou overbemest. Hoe kun je de grond verbeteren, de biodiversiteit, de natuur voor jou laten werken op een andere manier dan gewoon ieder jaar ploegen een hoop kunstmest erin gooien en een hoop herbiciden eroverheen strooien. Door ruilverkaveling was het gebied sterk glad getrokken en Jan en Marie-Louise wilden allereerst oude landschapselementen herstellen. Onder andere een oude zandweg die over het perceel liep, hebben zij teruggebracht in de vorm van een bomenlaan. Als we er toch bomen neer gaan zetten, laten we dan iets nemen wat ook voeding produceert. En daar zijn ook die tamme kastanjes uitgekomen, omdat die het proefondervindelijk vastgesteld gewoon heel erg goed doen hier op deze grond en op dit plekje. Toen is het idee geboren om het land bedrijfsmatig in te richten volgens agroforestry principes. Op de twee grootste percelen hebben we een agroforestry systeem met walnoten en hazelaars. En deels met tamme kastanjes waar we hier naar kijken. En daartussen staat dit jaar een combinatie van lucerne en grasklaver. Die bedoeld is als ruwvoer voor een biologische melkveehouder. Kijk, wij zien die walnoten en ook die hazelnoten Als toch het begin van ook eiwitbronnen voor mensen. Dus ter vervanging van dierlijke eiwitten. Het is duidelijk dat mensen gewoon iets meer andere dingen ook gaan eten. En daar horen die noten bij. En dat is om die reden een hele interessante teelt wat ons betreft. Inzicht van deskundigen, uit literatuur, maar vooral ook ervaring door zelf te experimenteren, hebben geleid tot het huidige ontwerp. We hebben die stroken op 12 meter gezet en die walnoten iets dichter bij elkaar. En daartussen hebben we hazelaars geplant. Ten eerste omdat dat een natuurlijk heel goed gewas is. Een belangrijke nutriëntenpomp, leert men mij. En leveren ook nog wat op. Op termijn moeten de walnoten een van de dragende economische pijlers van het systeem worden. Daarom is gekozen voor een dichtheid van 100 bomen per hectare. Zeg maar, als je over 20 jaar kijkt, heb je een opbrengst per boom van tussen de 30 en 50 kilo. Per walnotenboom. Als je er dan 100 per hectare hebt, dan heb je ineens 3000 tot 5000 kilo noten per hectare. Met de prijzen van vandaag heb je dan een soort opbrengst waar je ook echt, weet je wel, ook echt goed voor die bomen kunt zorgen. Waar je met goede oogstmachines je oogst binnen kunt halen. Jan kiest voor kleine en lichte machines met een werkbreedte van maximaal 3 meter. Bodembewerking gebeurt alleen wanneer het strikt noodzakelijk is en oppervlakkig om de kans op beschadiging van de wortels zo klein mogelijk te houden. En dat is ook om het bodemleven zich te kunnen laten ontwikkelen. En wat voor ons natuurlijk super belangrijk is, is om de hoeveelheid organisch stof in de bodem om die te kunnen laten toenemen. Omdat in het systeem agrarische productie en natuurwaarde gecombineerd worden, leverde het Groen Ontwikkelfonds Brabant een belangrijke bijdrage in de aanlegkosten. Die bijdrage, dat is ongeveer 50% van de taxatiewaarde. Wat die bijdrage doet, is dat het rendementsverlies op je, zeg maar, jaarlijkse teelten, je annuals, maakt dat voor een hele lange reeks van jaren goed. Totdat die bomen echt in productie komen.
En dat maakt de keuze om daarin te investeren en dat ook voor een langere termijn te doen, maakt die keuze een stuk eenvoudiger. Dit zijn allemaal reënsporen. Zie je? Die gespleten hoefjes. Hoewel de reeën wel op het perceel komen, is er nauwelijks sprake van wildschaat. Notenbomen lusten ze sowieso niet. En wat ze wel lekker vinden, dat zijn hazelaars. Maar als je er daar heel veel van hebt staan, dan krijgen ze dat ook niet weg. Met het oog op het veranderende klimaat en de waterschaarste die op de hoge zandgronden inmiddels een realiteit is, merkt Jan het belang van schaduwwerking van bomen. Als je dus niet beregent, dan merk je dat je onder je bomen heb je een veel grotere opbrengst van gras en klaver dan waar het gewoon in de volle zon staat. De effecten voor de omgeving zijn onmiddellijk merkbaar. Niet spuiten, geen bestrijdingsmiddelen dus, geen kunstmest. Het levert gewoon een veel rijker systeem op. Ik zie nu een enorme hoop paddenstoelen hier uit zichzelf komen. En dat lijkt dus het gevolg te zijn van wat we hier doen. Maar je ziet de intensiteit. Dus de hoeveelheid individuen, de hoeveelheid beestjes, die zie je gewoon enorm toenemen. We zien vrij veel eekhoorns, vrij veel roofvogels in allerlei gedaanten die op die muizen hier in de, en de duiven ook, die hier in die zonnebloemen zitten, afkomen. Maar je ziet ook dat waar je bij wijze van spreken heel snel, wanneer je eiken hebt, last hebt van eikenprocessierups, dat door de variëteit en dingen die hier te vinden is, die eikenprocessierups in die eiken die hier omheen staan, geen enkele kans krijgen. Dus je krijgt een echt werkend systeem. Wij doen hier wat we denken dat goed is voor de natuur, voor onszelf en voor onze kinderen. En dus voor de aarde, ja. En als ik hier die vogels hoor en ik zie die bomen staan, kan ik niet wachten tot over 10 jaar om te kijken wat het dan is. Nee, wij zijn er heel, heel erg blij mee. Dat is ook wel een beetje een soort levensvervulling. Die verwondering voor de schoonheid van de natuur, het ontzettend blije gevoel dat je kunt krijgen door die schoonheid. Als je daaraan kunt bijdragen in je eigen leven, is dat prachtig.